Die liet mij druivenstokken zien. Die hadden inmiddels de leeftijd bereikt van 123 jaar oud. Zo oud worden mensen nog niet. Die hebben ze verzorgd. 123 jaar lang. En hij kon het gewoon niet over zijn hart krijgen om ze te rooien. Met een uitzicht tot zelfs aan de Eifel aan toe. Limburg ligt aan je voeten eigenlijk, zeg maar. Ik vind het prachtig. Ik sta in de wijngaard te werken. Je hoort de stoomtrein fluiten. Dan sluit je gewoon even je ogen. Dan ga je echt terug in de tijd. En dan voel ik me op mijn gemak. Vind ik prima, vind ik kwaliteit. En gewoon puur het product, direct van de bron. Mooie producten die eerlijk en ambachtelijk gemaakt worden. Waarom moeten we nog steeds met arbeid uit Israël geconfronteerd worden? Waarom moeten wij in godsnaam eigenlijk de varkens die hier gevoed worden naar Italië brengen om er daar parmaham van te laten maken? Kijk eens om je heen wat je daar hebt. En daar denk ik ligt toch ook heel veel potentie voor heel veel mensen die nu misschien wegtrekken. Maar je moet het zien. Wij hebben dat ook gedaan. Soms is het ook heel moeilijk. Ja, dan denk je, waarom groei je nou niet gewoon de hoogte in? Waarom maak je het mij nou niet gewoon makkelijk? He, snap je? Zo'n plant is natuurlijk toch ook heel eigenzinnig. Doe je best dit jaar. Doe je best. Want ik steek zoveel tijd in jou. Ik steek zoveel zorg in jou. Ga er maar aan staan. Begin er maar mee. Je zult op je knieën moeten bij ieder wijnrankje. Voordat het een volwassen wijnrank kan gaan worden. Daar vandaan vind ik ook eigenlijk het niet gek dat je die emoties wat je hebt met mensen. Dat je dat ook even goed kunt hebben met zo'n product, met zo'n wijnrank.